Gymgala is een feest. Het turn- en gymsportspectakel van elk jaar opnieuw in december. Met wereldklasse, acrobatiek, ritmische gymnastiek. Onze voltallige Nederlandse turntop is aanwezig. Dus het is kwaliteit van het allerhoogste niveau, gelardeerd met entertainment. Ja, ik denk sowieso wel belangrijk om het herenturnen gewoon op de kaart te blijven zetten. En ik denk dat er best veel mensen voor ons ook komen voor het mannenteam. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we hier gewoon aanwezig zijn elk jaar. Ja, ze vinden het natuurlijk heel leuk om te zien dat wij toch hier staan. En ons ineens iets anders laten zien dan alleen turnen. Want wij zijn niet alleen maar turnsters, maar kunnen ook dansen. En dat is denk ik ook wel leuk om te zien. Dat wij niet alleen maar turnen op het toestel. Wat ik zelf een erg mooie act vind, buiten onze eigen turntoppers natuurlijk, is de show die de Belgische acrogymnasten laten zien. Prachtig muziek van Michael Jackson, echt een eerbetoon. Maar ja, het is gelijk, het is sprankelend, het is krachtig. Heel mooi gedaan. Ja, onze choreografe Irina Shadrina is een redelijk grote fan van Michael Jackson. Ja, Solano is dan de hoofdpersonage, is Michael Jackson. En ja, wij dansen er zo'n beetje rond. Ik denk wel dat het een leuk verhaal is en ook dat het goed in elkaar is gestoken. En je voelt ook het publiek echt mee in opgaan in de oefening. Ja. Naarmate het einde komt, is echt de zaal staat gelijk in brand precies. Dat is wel een leuk gevoel als gymnast om dat mee te maken. Ja, op het einde is het vooral over het muziekje van They Don't Really Care About Us. En dat is een heel aangrijpend nummer als je goed naar de tekst luistert. En onze danspassen erbij zijn ook redelijk agressief, vind ik toch. En dat zweept het publiek ook op. En dat vind ik wel goed, omdat dat geeft je dan extra kracht om alles te geven. Iedere tak van sport heeft behoefte aan fans. Ik denk dat de turnsport een enorme fanbase heeft. We hebben 250.000 beoefenaren van de sport. Ik weet niet hoeveel fans we hebben, maar het aantal fans is ontelbaar keren groter. En dit evenement laat weer eens zien welke potentie het heeft. Kijk op social media, kijk op Twitter, kijk op Facebook. Turnsport is, ja, is hot op het ogenblik en dat proberen we op alle mogelijke manieren te benutten. Van wie zoeken jullie nu een handtekening hier? Van Sanne Wevers. Ik heb die van Epke aan. Ik vind Epke wel gaaf. Nou, hij doet allemaal trucjes op de rekstok en hij is heel goed. Ik vond degene die Michael Jackson nadeden. Jeffrey Wammes en Epke Zonderland. Ja. Waarom is dat zo bijzonder voor jullie? Nou, Epke is heel goed en dat vinden wij heel leuk. Ja. En Jeffrey? Die is gewoon knap en leuk en super. Op afstand je helden en heldinnen zien, dat is één, op televisie. Maar ze letterlijk even aanraken, met ze kunnen praten en daar je handtekening scoren, ja, dat maakt het net even extra. Heb je de nacht terug van de wind slapen? Ja, het is heel speciaal om hier in Nederland te komen. We hebben het al in België gedaan. Maar er is ook ander publiek hier, ook heel spontaan publiek. En ja, ze zijn altijd heel goed mee, ze klappen altijd mee. Het is zeer leuk om hier te staan. En ik denk dat er erg weinig takken van sport in Nederland zijn die op deze manier hun sport in het daglicht zetten. Dus nogmaals, petje af voor al diegenen die hierbij betrokken zijn.